Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik op locatie. We zijn hier te Latour, de zijstraat van de Maasklimmenstraat bij de tandartsenpraktijk Kankantrie. En zo meteen ga ik een gesprek hebben met de heer Darryl Liefeld. Hij gaat ons namelijk uitleggen wat het verschil is tussen jeugdtandverzorging en gewone tandverzorging. Of er überhaupt een verschil is. Omdat hij heeft aangegeven dat vaker wanneer men mensen hoort praten over jeugdtandverzorging, dan denken ze dat het alleen maar om jeugdigen gaat. Hè? Maar wat blijkt nu, er worden nu ook volwassenen geholpen. En daarover ga ik dus praten met Darryl Liefeld. De voorbereidingen zijn getroffen en dokter Liefeld zit al hier. Dus we gaan nu het gesprek hebben met dokter Darryl Liefeld, toch? Ik moet toch dokter zeggen? Nee, ik zou u in dit geval corrigeren. Ik ben geen dokter. We hebben eigenlijk de naam gewoon als jeugdtandverzorger. Dus in omgang met patiënten kan je gewoon dan meneer Liefeld zeggen, meneer Darryl. Meneer Darryl. Dus zolang het wederzijds respect er is. Oké, okay, dus dat is Darryl, niet Darryl? Nee, Darryl. Oké. Ik heb een foto gezien en toen zag ik dreads, dus dat verwachtte ik. Ja, het is een foto van een jaar terug. Toen had ik nog vlechtjes. En anno 2021 heb ik besloten om het te knippen. Toen had ik nog een dakje en 2022 heb ik hem dan helemaal eraf gedaan. Heel totally different look. Maar waarom? Was het een must of heb je er zelf voor gekozen? Zelf voor gekozen. Ik ben iemand die niet te lang vasthoudt aan een bepaalde haardracht. Ik hou ervan om to switch it up from time to time. Dus. Okay. Ja. Oh, want je weet, een tijdje was er een probleem. Mensen gaven aan, als bepaalde mensen een haardracht hebben, geeft het ook een bepaalde titel aan je. Of, je weet toch, op school was het verboden dat kinderen met dreads, maar dat is het niet. Nee, dat is het niet. In het begin was het wel wennen voor mijn collega's. Maar in dit beroep, zolang het netjes is en je het goed onderhoudt en het representatief uitziet, dan... Ja. Ik denk dat er zoveel moeite er niet is. Ja, dat denk ik ook hoor. We zoomen nog even in, want we willen weten wie Darryl is. En waarom heb je gekozen voor zo'n een beroep? Ik wilde altijd iets in de zorg doen. En naarmate ik ouder werd, was eigenlijk sport mijn main. Focus, dus ik wilde sportfysiotherapeut worden en daarnaast de tandheelkunde. Op een of andere manier is het niet gelukt om fysiotherapie te doen, dus dan heb ik dan gekozen om dit te proberen. En eerlijk in het begin vond ik het een beetje saai, niet leuk. Gaandeweg ben ik ervan gehouden en nu hou ik er heel veel van dat het bijna niet meer weg te denken is uit mijn leven. Ja. Oké. Okay. En je hebt een studie gevolgd en helemaal afgerond. Dus er is een studie, hoe heet die? Toen heette die studie, was het de opleiding tot jeugdtandverzorger. Dat volg je dan bij de stichting jeugdtandverzorging zelf. Mm-hmm. En de afgelopen 3 jaar of zo is de opleiding ontwikkeling ondergaan. Om zo ook aansluiting internationaal te krijgen en de erkenning, een bredere erkenning. Dus naarmate je de studie, de ontwikkelingen gaan verder, dus je moet upgraden en updaten. En daarvoor heeft de stichting ook gekozen en toen, nu heet die opleiding Oral Health Therapist of Applied School of Dentistry in Oral Health Dentistry. Applied School of Dentistry in Oral Health. Oké, okay. Maar dat wil zeggen, jeugdtandverzorging is eruit. Ja, dus de nieuwe generatie die moet afstuderen, die gaan dan de naam, die vallen onder de naam Oral Health Therapist. Maar ze hebben toch wel dezelfde bevoegdheden als de jeugdtandverzorger. Ja, want ik weet dat toen ik opgroeide, ik naar jeugdtandverzorging ging, want dat was speciaal voor jeugdigen tot 18 jaar. Hoe zit het nu dan?
In het begin was dat het voornaamste doel en het is nog steeds het voornaamste doel. Want als je jong begint, kan je veel voorkomen en daarom ligt bij je tandverzorging de essentie vooral namelijk op preventie. Mm-hmm. Zoveel mogelijk voorlichting geven, gedragsverandering teweeg brengen, zodat je op de long run een duurzame ontwikkeling en sustainable ontwikkeling hebt qua de mondgezondheid. Naarmate de ontwikkelingen en groei van het bedrijf, heeft men ook ervoor gekozen om volwassenen te behandelen. Dus wij behandelen niet alleen kinderen. De naam, nu is er ook een discussie over de naam, als de naam nu veranderd moet worden, want we behandelen ook niet alleen kinderen, maar we behandelen ook heel veel volwassenen. Ja. Dus dat is iets voor de hogere hand om daarover na te denken. Yes. Want ik weet dat het zo was dat bijvoorbeeld je een soort abonnement kon nemen. No? Die hebben we nog steeds. Per 1 januari hebben we, waren de prijzen aangepast. Die zijn aangepast na 6 jaren. Dus de pakketten zijn nu wat duurder geworden, maar de abonnementen die zijn er nog steeds. Maar gelden die voor alleen jeugdigen of voor iedereen? Voor jeugdigen, volwassenen. En de abonnementen zijn ook opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Mm-hmm. Dus dan heb je, ik ken de indeling niet zo uit het hoofd. Oh, ja, we zien daar een incidentele tarievenlijst. No? Maar dat is voor basoverzekerden. Je hebt twee groepen, baso en... Die zijn als baso. Oké, en baso is SZF. Oké. En als ik gewoon wil binnenstappen, dan kan dat? Ja, dat kan. Hangt er vanaf wat u wilt doen. Als u komt voor een consult, dan doen we een consult. Maar verdere behandelingen, als de agenda het toelaat, kunt u gelijk geholpen worden. Indien niet, is het dan afspraken maken. Oh. En dan... We zijn hier bij de tandartsenpraktijk Kankantri. Is het een tandartsenpraktijk of een jeugd? Het is een buitenpolie, dus die valt onder de Stichting Jeugdartsverzorging. Oh, okay. En zo heeft de stichting x aantal polies in verschillende districten over het hele land. Mm-hmm. En die worden dan bemand met de JTV'ers of de toekomstige oral therapisten die afstuderen. Ja, want vroeger had je toch ook afdeling op scholen? Ja, die zijn er ook nog steeds, maar met COVID is dat een beetje... teruggedrongen vanwege het sociaal contact. Dus, okay. Op bepaalde scholen heb je nog steeds een polyklinieken staan. Ja. Maar weet je wat ik me afvroeg? Want altijd weet ik, als ik naar de tandarts ga, heeft die tandarts altijd een mondkap op voor COVID. Handschoenen dus. Waarom was er dan toch zo'n vrees? Ik denk een beetje, COVID was nieuw voor iedereen, dus de informatie was nog niet toereikend. Dus... Iedereen had de vrees dat de besmetting groot was en eigenlijk komt er juist nu informatie naar buiten dat eigenlijk wij als, eigenlijk in principe als in de tandheelkunde helemaal niet hoefden te sluiten. Precies. Omdat we altijd een hele goede hygiëne op nahouden. De maatregelen werden hier op eerste term, toch? Want mondkap, handschoenen, dus dat was... Oké, maar je had het even over de mondverzorging. Het is een hele studie op zich nog, of is een hele procedure op zich? Ja, het is een zware en... Het is wel een challenging studie, een zware studie. Mm-hmm. Het is een, nu, toen was het een 3-jarige opleiding, nu is het een 4-jarige opleiding. Mm-hmm. En je moet natuurlijk... de stoffen zijn, vooral het eerste jaar is voor iedereen een beetje nieuw, omdat je nieuwe materie krijgt. Nieuwe vakken, nieuwe termen die je dan onder de knie moet krijgen om verder te gaan. En gaandeweg je praktijk ingaat, wordt het veel makkelijker. Want, omdat je dan de link legt tussen je theorie en de praktijk. Maar je hebt helemaal afgerond. Want jij oog nogal jong. Mag ik ook weten hoe oud je bent? Ik ben 32 jaar jong. Oh, zie ik? Ik zou je in de 20 schatten. Oké. Okay. Nou, dus nu en dan werk je hier. Ja, ik werk hier bij de stichting. Dit is al bijkans 7 jaar. Okay. Ja. Nou, en dan nu moeten we nu gaan letten op de mondverzorging van de mens zelf. Wat moeten we doen
om geen gaatjes te krijgen, om geen kiespijn te krijgen. Want dat is verschrikkelijk. Ten eerste moet het gedrag veranderen, dat je, ook al heb je geen gaatje, ook al heb je geen pijn, dat je om de 6 maanden voor een controle moet komen bij de tandarts of jeugdtandverzorging of de mondhygiënist. En dat is heel goed om dat te doen, zodat we dan in een vroeg stadium kunnen ontdekken als er eventuele afwijkingen zijn die niet gezond zijn voor de mond. Dat en natuurlijk de instructies volgen die we meegeven. Minimaal twee keer per dag poetsen. Vaker flossen. Dus de basisdingen. Dan denk ik wel dat het wel goed, heel goed komt met het gebit. Maar niet dat ieder kan flossen. Het schijnt een beetje moeilijk te zijn in de praktijk. Het gaat met vaardigheid. het is veel oefenen. Maar de markt biedt nu veel meer andere producten aan die veel makkelijker zijn dan flossen. Ja. Want als ik naar de naam van die studie luister, Oral Health, dat wil zeggen de gezondheid van je mond en zo. Dus dat is een. Ik had nooit gedacht dat er een speciale studie daarvoor zou zijn, dat het onderdeel was van het geheel. Ja, het is. Ik weet me wel te vertellen dat doordat men de tandheelkunde voor de samenleving toen de tijd 35, 40 jaar terug toegankelijker wilde maken, heeft men dan gekozen om jeugdtandverzorging in het leven te roepen. En die hebben dan bepaalde bevoegdheden. We zijn sowieso getraind in heel vroeg, in een vroeg stadium, problemen te ontdekken en daarop in te spelen. En ook heel goed preventieve voorlichting geven naar de patiënten toe. En verder hebben we bevoegdheden als mondhygiënebehandelingen, het vullen van tanden en kiezen en eventueel uittrekken van tanden en kiezen. Behalve de verstandkiezen, die mogen we niet uittrekken. Die zijn meestal gecompliceerd? Meestal, ja. En daarvoor is dan toch wel de kennis nodig van de tandarts. Hoe gaat de doorsnee Suriname over het algemeen om met mondhygiëne en alles daarbij komt kijken? Doorsnee Suriname, het kwartje moet nog echt vallen hoe belangrijk mondgezondheid is. Want men heeft niet het idee dat de mondgezondheid ook van invloed kan zijn op de algehele gezondheid. Het kan? Het kan, ja. En bijvoorbeeld als je praat over diabetes mellitus, als je een niet gereguleerde mondgezondheid hebt, is dat ook niet goed voor iemand met diabetes mellitus. Want dan krijg je toch wel constante schommeling van de suiker, van hun spiegel, van hun glucosegehalte. Dus alles gaat ook daarmee gepaard. Dus men moet niet denken, oké, ik heb geen pijn. Het is mijn gebit ziet er goed uit. Het is niet nodig om het in de gaten te houden. Wat men vergeet, alles dat beschadigd wordt in de mond, ben je voor altijd kwijt. Als je tandvlies beschadigd is, als je bot terugtrekt, komt het niet meer terug. Als bijvoorbeeld als je wanneer je een fractuur had opgelopen, het gaat 6 weken gips en het is heel mooi gegroeid. Okay. Dat kreeg je niet. Nee. O jee. Het groeit niet meer aan, inderdaad. Net als wanneer je een tand of een kies uittrekt, behalve je melkgebit, kreeg je blijvende kiezen en tanden ook niet meer terug. Ja, ja. En, maar is er, want de meeste mensen zijn bang voor de tandarts, toch? Ja, het is een vrees. Men is meer bang. Ik denk men is meer bang voor de apparaatjes, de geluiden. En voornamelijk die naald, die onschuldige naald. Die zo onschuldig is het weer niet. Die in de mond gaat, maar dat is het. En men moet, ik snap dat je komt in de stoel. Je ligt en je moet je dan volledig overgeven aan iemand die in je mond bezig is. Ja. En jij kan het eigenlijk niet volgen. Mm-hmm. Je moet alleen vertrouwen en hopen dat het goed gaat. Ja.
en varen op de persoonlijke kennis dat hij alles goed doet in de man. Inderdaad. Maar jullie dus is een stichting, hè? Hoe komen die stichting aan de financiën? We zijn een semi-overheidsorgaan. Dus we worden deels gesubsidieerd en deels met de inkomens die de stichting binnenkrijgt, probeer de stichting dan alles op wieltjes te houden. En het lukt? Het lukt. Tot nu toe lukt het aardig. Iedereen heeft het een beetje zwaar met de economische situatie, dus wij ook. We hadden het graag gewild dat we de prijzen niet moesten aanpassen, maar het moet. En we hebben het lang volgehouden, we hebben het zeker 5 jaar niet gedaan. Dus dat het nu in 1 keer komt, is misschien een beetje een zware klap voor de samenleving. Maar ik denk gaandeweg dat men is ingewerkt, dat men wel... Ja, maar daar was men altijd een beetje bang voor, van oh, naar de tandarts, daar moet je heel veel voor betalen. Maar het valt, als ik zo naar die lijst kijk, schijnt het een beetje mee te vallen. Ja, het valt. Ik vind dat het toch wel reuze meevalt. Want hier is, we zijn hier Latour, Masklimmenstraat en omgeving, zijn geen welgestelde mensen. Dus de mensen kunnen het zich wel permitteren? Jawel. We hebben toch wel hele drukke dagen hier op de poli. Het fluctueert wel. En ik denk dat elke poli dat heeft binnen JTV. En dan kom je weer terug op het economisch aspect. Men gaat overwegen wat is belangrijker. Ik weet wel dat ik merk wel dat er een kleine trend komt dat men liever kiest om die kies uit te trekken dan om die kies te vullen vanwege het budget en het geld. Maar wat zou jij zelf voorstellen? Behoud. 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 Zo lang mogelijk behouden. Dus als het nog gevuld komt, probeer ik dan de persoon toch wel te overhalen en de voordelen ervan te wezen om die kies toch te laten vullen. Nou, geweldig. We zijn een heleboel meer te weten gekomen. Tot slot, heb je wat tips voor de samenleving? Ja, net als in het bericht dat we recentelijk hadden gelanceerd op Facebook. We zijn eigenlijk geen tandarts. We hebben beperkte bevoegdheden of we hebben bepaalde bevoegdheden. En we hebben geen moeite mee dat we dokter en tandarts worden genoemd. Maar neemt u ons ook niet kwalijk als we erop wijzen dat we eigenlijk geen tandarts en geen dokter zijn. Verder wil ik de mensen aan de samenleving doorgeven dat het zeer belangrijk is om je gebit te onderhouden, want dat is volgens mij het allermooiste sieraad dat God je heeft gegeven. En hoe langer het behoudt, denk ik dat iedereen wil met een stralende glimlach tot de dood leven. Dus neem dat mee en kom eens langs om bij JTV om een controle te doen. Toch nog een, ik zei al tot slot, maar toch nog een vraag. Hoeveel keer per dag moet je poetsen? Moet iemand poetsen? Je kan al volstaan met 2 keer per dag poetsen. Dus morgens en 's avonds. Nou, Darrel, Lieveld, heel hartelijk bedankt voor de informatie die je met ons wilde delen. We zijn nu veel meer te weten gekomen. Nu weten we dat er een speciale studie is, Oral Health Therapy. En mensen die geïnteresseerd zijn, zijn er veel geïnteresseerden? Er zijn veel geïnteresseerde studenten, maar er vindt elk jaar een selectie plaats. Dus er wordt een oproep geplaatst en men kan zich aan opgeven. Dus je was een van de gelukkigen toen? Ja, en het is eigenlijk een kleine groep die elke keer geselecteerd wordt. Ze werken met groepen van 12. Ik weet niet of het nu wat meer is geworden, maar in mijn periode was het 12 tot 15. Oké, maar wel genoeg voor heel Suriname? Nu hebben we een tekort, dus we hopen snel nieuwe collega's te verwelkomen. Nou, dankjewel. En heel hartelijk bedankt dat je doet wat je doet. Want net wat je zegt, inderdaad, je gebit is het mooiste. Hè? En het geeft niks als je bijvoorbeeld al op jonge leeftijd tanden of kiezen kwijtraakt. Want dan blijft er een gat. Niet zo mooi. Dankjewel. Kijkers, dat was dus het gesprek dat ik heb gehad met de heer Darrel Lieveld. Hij is oral health therapist.
Vroeger werden ze dus jeugdtandverzorgers genoemd. Nu zijn ze oral health therapist. En ze hebben, hij heeft de studie gevolgd. En hij doet het nu met passie, dat heeft u gehoord. Het is iets waarvan hij heel erg houdt. En we zijn, moeten heel blij zijn met hem, want inderdaad, uw gebit is uw sieraad. En we zijn allemaal toch heel zuinig op onze sieraden. Dus dat doen we dan ook met ons gebit. Dat was dus voor wat het eerste deel betreft, maar u gaat niet weg. Zo meteen ben ik bij u met het tweede deel in gesprek met. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Van Latour zijn we verhuisd naar de Fred Derbystraat. Want we zijn vandaag te gast bij de jarige kredietcoöperatie De Schakel. Ja, u heeft het goed gehoord. De Schakel bestaat vandaag 50 jaar. En daarover gaan we praten met de trotse directrice en dat is Diane Wielingen. Gefeliciteerd. Ja, 50 jaar. En hoeveel van die 50 jaar zit u bij de Schakel? 7 jaar en een paar maandjes. En u heeft er nog zin in? Ja, ik heb er nu meer dan ooit zin in. Oké, waarom nu meer dan ooit? Ik denk dat het wennen was. It's been a rollercoaster. Maar ik denk dat het wennen, ja, het was wennen. En ik denk vanwege de challenges en wat andere zaken, dan zijn er wel momenten waarbij je denkt, moet ik hier echt nog blijven, moet ik dit nog blijven doen. Maar geduld, groei, dus vandaar dat ik zeg, ik heb er nu meer dan ooit zin in. Precies. Want een kredietcoöperatie in deze tijd, want u weet, men klaagt, de economie, financieel-economisch gaat het niet goed, maar de Schakel gedijt wel? Ja, net wat ik aangeef, het zijn wat challenges geweest en ik denk dat niet alleen de Schakel challenges heeft. Ik denk dat iedereen die wel in de wereld woont, niet alleen in Suriname, wel weet dat ondernemen of bezig zijn met business, dat het risico's met zich meebrengt en dat je uiteindelijk toch wel heel creatief moet zijn en moet weten te schakelen. En we hebben dat in de afgelopen periode letterlijk moeten doen. We hebben onze naam echt wel eer aan moeten doen, omdat vanwege COVID, maar ook gewoon de andere zaken, je heel creatief bezig moet blijven zijn om te kunnen gedijen. En ja, we zijn nu 50 jaar. 50 jaar. En het is niet niets, dus we hebben genoeg reden om dankbaar te zijn, zoals we terugkijken. En ook wel geconfronteerd raken met name leden. Die bijvoorbeeld hebben gezegd, ik heb moeten afhaken. Ik heb mijn bedrijf moeten sluiten. Of omdat we bijvoorbeeld ook wel sollicitanten hebben gehad. Die zeggen van, waar ik werkte kan ik niet meer. Omdat het bedrijf is gesloten. En zo hebben jullie misschien hier een plekje voor mij. Ja. Dus de Schakel heeft dwars door de challenges heen zich staande weten te houden. En met name, als ik praat over challenges, denk ik dat iedere financiële instelling daarvan kan meepraten. Dat met name het innen van de middelen die we hebben verstrekt, dat dat voor haast iedere financiële instelling een challenge blijft. Ja. Ook voor de Schakel. Ja, ja. Maar aan de andere kant zijn we blij dat we ook dwars door de periodes heen iedere maand weer nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. En wat dus ons ook wel laat zien, dat menig een toch wel er bewust van is of weet van, hey, als ik wat geld aan de kant zet, een appeltje voor de dorst, zoals we dat hier zeggen, dat het ook wel zijn voordelen heeft. Trouwens, bij ons kan het ook niet anders. We moeten vanuit onze statuten en vanuit onze core, is het dat we dus middelen verstrekken die aan ons zijn toevertrouwd. Ja. We heten niet voor niets spaar en krediet. Okay. Toch, men moet sparen voordat men dus voor krediet in aanmerking kan komen. Okay. Dus ongeacht wat de situatie in het land is, men moet bij ons wel sparen, wil men dus gebruik maken van onze diensten. Ja. En we hebben dus, ja. Is men nog steeds in staat te sparen? Ja, en kijk, mensen denken altijd dat sparen te maken heeft met duizenden. Toch, wij zeggen, als je iedere maand minimaal 50 spaart, minimaal,
toch na een jaar of aan het eind van het jaar lijkt het misschien maar 600 SRD. Maar niemand geeft je gewoon 600 SRD, gewoon gratis. Dan gaan de mensen die meer kunnen, die doen dat. En sinds 2018 hebben we dus de KCDS Kasmoni. En die gaat hard. Toch, de mensen kennen de Kasmoni zoals mensen dat vroeger deden, men doet er aan mee. Maar bij de Kasmoni van de Schaken, daar krijg je rente. En we hebben dus iedere maand nieuwe deelnemers. En mensen mogen zelf bepalen voor welk bedrag ze mogen meedoen, voor welk bedrag ze meedoen. Men kan elk moment instappen. De ene zegt, goed, ik wil van de maand meedoen. De andere zegt, ik wil volgende maand meedoen. Oh. Dus de ruimte hebben de mensen ook. En als je dus inderdaad iedere maand op tijd je Kasmoni stort, krijg je na verloop van tijd. De looptijd is nu 12 maanden. We hadden het ervoor voor 10 maanden. Krijg je dus na 12 maanden je gestorte Kasmoni met op dit moment 5% rente. Oh, ja, dus als het niet op tijd gestort is of als er een maand geskipt is, krijg je geen rente. Ah. Nee. Voor alle duidelijkheid. Dus ik besluit mee te doen met die Kasmoni en we leven nu februari. Ik kom erin. Dus, en na 12 maanden pas krijg ik het. Niet tussendoor. Oh, oké. Dus je moet gewoon aan die andere Kasmonis dan krijg eentje februari, die andere maart. Maar uiteindelijk gaat het erom dat u alle maanden, iedere maand moet zetten. Dat is precies zoals u dus bij de andere Kasmonis waar Alamo iemand anders Kasmoni aan u kreeg. In dit geval moet u gewoon iedere maand, zoals u dat zou doen, maar alleen, krijgt u dus uw Kasmoni volledig uitbetaald na 12 maanden. Oh. Maar in het kader van onze Big Yari hebben we Big Yari Kasmoni. Okay. Ja, we zijn 50 jaar en we hebben dus een Big Yari Kasmoni van 5 maanden. Oh. Ja, en, maar ook vanwege dat we 50 jaar zijn, zijn er dus 3 vaste bedragen aangekoppeld. 500 SRD, 1000 SRD en 1500 SRD. Dus niemand komt met 250 of 350 of 100, kan nu niet. Bij de normale Kasmoni kan dat wel. Maar bij de Big Yari Kasmoni hebben we dus 500 SRD, 1000 SRD en 1500 SRD. Men mag dus gedurende 5 maanden iedere maand dus een van deze 3 bedragen storten. En heeft men alle vijf maanden op tijd de Kasmoni gestort, krijgt men aan het eind ook rente. Ook rente? Ja. 1,5%, 2%, 1%, afhankelijk van het bedrag waarmee men meedoet, is er dus een bepaald rentepercentage aangekoppeld. En de periode van aanvragen of van meedoen is 2, vandaag dus, 3, 4 en 5 februari. En het geldt alleen voor de leden? Nee, die Big Yari Kasmoni niet. De overige Kasmoni wel. Omdat we jarig zijn, mag iedereen meedoen met onze Big Yari Kasmoni. De andere Kasmoni, daar moet men wel lid voor zijn. Oké. En 50 jaar. Kunt u ons een beetje een terugblik geven? Hoe zijn die 50 jaren verlopen voor de kredietcoöperatie? We hadden het al eerder al erover. Ik ben er 7 jaar, ietsje langer dan 7 jaar bij. Van wat ik weet is de schakel op een gegeven moment, het initiatief is ontstaan door een paar mensen toen tijdens een kerkdienst. In de Sint-Alfonsiuskerk is dat dus geweest 50 jaar geleden. Eigenlijk 51 jaar geleden, want dat was in 1971. Heeft men dus tijdens een kerkdienst is er dus, neem ik aan, een besluit geweest van kijk goed, we gaan met een coöperatie beginnen. En ik veronderstel dat men ook, ja, men heeft natuurlijk ook ervoor gebeden en gezegd, goed, we gaan dat doen. En uiteindelijk was de officiële oprichting 2 februari. Okay. En men is toen begonnen met 40 mensen. Er hebben toen mensen van verschillende bedrijven, met name overheidsbedrijven, hebben zich toen aangesloten. De ene vertelde het natuurlijk op een gegeven moment door. We hebben een mevrouw van het eerste uur gehad die ons een beetje heeft verteld hoe dat is gegaan vanmorgen bij onze activiteit. En die dus vertelde van er was een kantoortje ergens aan de Washingtonstraat. En vervolgens is men dus in dit gebouw ingetrokken vanaf 1982 of 83. Zijn we dus in dit gebouw gevestigd. Precies. Niet verhuisd. We zitten dus nog steeds hier. En door de jaren heen natuurlijk, er zijn verschillende mensen geweest die verbonden zijn geweest aan de organisatie. We hebben nu onze 8e voorzitter. Ik ben de 3e directeur, die was de eerste vrouw.
En op dit moment is ons ledenaantal gegroeid naar 6000 actieve. Wow. Per januari 2022 hadden we 6000 actieve. Mm-hmm. Ik leg de nadruk op actieve. Dat hoor ik dus. Omdat we in ons bestand wel meerdere mensen hebben, maar als je 4-5 jaar niet spaart, dan kunnen we niet zeggen dat je actief lid bent. Snapt u? Dus als we de inactieve mensen erbij moeten optellen, zitten we op dichtbij 8.500. En is dat mooi? Is dat waar jullie willen of willen jullie meer? We willen sowieso meer. Toch, we willen sowieso meer. We zeggen geen nee. Een ander aspect is ook dat het waarschijnlijk ook een beetje is afgenomen vanwege COVID. Mm. We bezochten, we waren ook op scholen. Ja. Daar waren we dus met onze koninginnen en jumoni. Dingen. Dus daar hebben we echt een konijntje. Okay. Voor de kinderen. We kennen dus de Anansi enzovoorts. Maar de schakel heeft dus de konkoni. En konijnen, die zijn heel spaarzaam. Vooral als ze weten dat ze op een gegeven moment niet altijd voedsel vinden. Dan nemen ze dus hun voedsel mee naar hun holletje. Dus vandaar, en dan bewaren ze dat. Dus bij ons is het de konkoni. De koni, en we zeggen ook koni. Nangaimoni. En dan heb je dus die koni, komt ook van die konkoni. Snapt u? Dus hebben we dus dat op de scholen gehad. Er zijn nog wat ouders die dus zelf nog voor hun kinderen sparen. Maar de scholen kunnen we jammer genoeg niet meer, kunnen we de scholen niet meer bezoeken. We hebben sinds kort, begin dit jaar, dat mag ik ook met trots aangeven, hebben we een nieuw systeem in gebruik genomen. U weet, de wereld verandert. Mensen vragen steeds meer. Alles wordt een stukje digitaler. Ja. En ook voor de schakel is uiteindelijk het tijdperk aangebroken, of het moment aangebroken, dat ook een beetje meegaan met de ontwikkelingen. Mm-hmm. En dan zal het dus niet zo zijn als bij de banken. Dat moet men wel weten. Okay. Met nadruk zeg ik dat. Maar bij de schakel men geen pinpas krijgt. Oh. Nee. Nee. Sparen bij de schakel, we zijn geen bank. Sparen bij de schakel betekent echt sparen. U hebt geen pinpas. U kunt vooralsnog nog niet ook zeggen dat u via internetbanking geld gaat overmaken. Oh. Het is de bedoeling dat we over niet al te lange tijd mensen wel de mogelijkheid willen geven om in te kijken. Mm. Dus dan kunt u misschien wel inloggen en inkijken. Hoeveel geld heb ik? Alleen maar nakijken, maar aankomen niet. Precies. Ja, okay. Dus dat is het vooralsnog. Als het gaat dus om de ontwikkelingen met betrekking tot mag ik zien hoeveel geld ik heb of kan ik overmaken. Wanneer kom ik aan mijn gelden? U zou, als iemand bijvoorbeeld zou willen weten, lid zou willen weten hoeveel geld heb ik op mijn rekening. Ja. Kan men een mail sturen, men kan een appbericht sturen. Je kan het niet lichten. Je kan u het mag niet... wel lichten. Oh. U mag lichten. We hebben niet alleen maar spaarrekeningen, we hebben ook girorekeningen. Okay. Dus het moment u lid wordt, krijgt u een spaar, sowieso vereist, dat is het eerste. Maar u krijgt dus ook een girorekening erbij. Dus van uw girorekening mag u altijd lichten. Krijg je daarvan wel een pinpas? Oké. Okay. Omdat het aan elkaar is gelinkt. Okay. Toch? En als ik uiteindelijk u dat apart moet doen, dan kost het ons op dit moment, dus wordt het een grotere investering om alleen te zeggen, goed, alleen de girorekening. Ja. Snapt u? Dus vooralsnog niet, als men dus wil weten hoeveel geld heb ik op mijn rekening, worden er soms een appbericht gestuurd met alle gegevens, misschien een ID-kaart enzovoorts erbij. Of men stuurt een mail. En we mailen dan de informatie terug of men komt naar hier. Ja. Zo doen we dat vooralsnog. Okay. En ik zie dat de schakel ook verschillende slogans heeft. Eén van ze is natuurlijk Koni Nanga Yumoni. Ja, en welke nog meer? Ik zie nog één hier. Ja, we hebben, sparen biedt toegang tot krediet. Precies. Ik gaf al eerder aan, we zijn een spaarcoöperatie, spaar- en kredietcoöperatie. En het begint bij het sparen. Om bij de schakel in aanmerking te kunnen komen voor krediet, moet u dus sparen. U moet dus geld hebben op uw spaarrekening om dus zeg maar krediet aan te kunnen vragen. Mm. Dat is ook gewoon in onze statuten zo opgenomen. Dat zit gewoon in de basis van onze bedrijfsvoering. Mm. En in die zin van als u bijvoorbeeld 10.000 SRD zou willen lenen bij de schakel, zou u minimaal 2.000 tot 2.500 SRD aan spaargeld moeten hebben. En waarom doen we dat? We hebben bijvoorbeeld vooral de afgelopen periode, toen we overrompeld werden door COVID, hebben we gemerkt dat het heel goed van pas kwam. Zeker mensen die hun banen kwijt waren geraakt, waar uiteindelijk ze geen inkomen hadden voor een bepaalde periode. Dan kunnen we dus het spaargeld
aanspreken om zeg maar de ene maand of de twee maanden waarbij de mensen niet kunnen aflossen, dan wordt dus dat gebruikt, zeg maar, zodat er geen achterstanden op het krediet ontstaan. Want niemand wil uiteindelijk een krediet hebben met een hoge achterstand, of met een mensen achterstand sowieso niet. En zeker niet dat het alleen maar gaat toenemen, toch? Mensen gaan altijd, ja, zoals mannen lopen pai man. En als je hem laat, wordt het alleen maar meer. Absoluut. Dus als je hebt gespaard, dan kun je daarvan tappen, tot je weer zover bent dat je zelf... Okay. Dus nee, maar dat hebben we ook in onze clausule opgenomen. De mensen, sommige mensen geven er expliciet aan van, kijk, het lukt me van de maand bijvoorbeeld niet, omdat ik een probleem heb enzovoort, kan het van mijn spaar worden afgetrokken. Het is niet dat we het a priori doen. Want het gaat er uiteindelijk om dat men wel moet aflossen. En bij ons, het krediet wordt minder, maar het spaargeld wordt meer. Want het sparen van de 50 SRD minimaal gaat door. Dus het moment u een krediet hebt, spaart u, blijft doorsparen en uw krediet wordt minder. Dus tegen de tijd dat het krediet afbetaald is, heeft u precies. En dan sommige mensen komen dus weer voor een krediet en dan hebben ze dan, kunnen ze dan zeg maar een hoger bedrag lenen. En krijgen mensen hier ook interessante rentes op het sparen? Ja, als mensen bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld ook binnenspaartegoeden. Stel u zou 10 SRD hebben op uw rekening. En u zegt, ik wil 5.000 of 7.000 lichten. Dan zeggen wij, nee, of het niet te lichten, we willen dat we aan u lenen, zodat u dus niet aan uw spaargeld komt. En die mensen hebben dan een andere rente dan de mensen die dus buiten spaartegoeden lenen. Zo noemen wij dus dat. We hebben dus binnen spaartegoeden lenen en buiten spaartegoeden lenen. Klinkt allemaal heel interessant. Ja. Maar ik zie hier ook hele leuke spaarpadjes. Het is echt creatief hoor, van hout. Ja. Dat hebben we dus 5 jaar geleden, hebben we dus dat als giveaways gegeven aan onze leden en ja, aan mensen die dus wel eens bij ons op bezoek komen, zoals dus u nu hier bent, om het sparen te bevorderen, toch? En sommige mensen zeggen, ja, wat voor zin heeft het nog om te sparen? Wij zeggen, sparen heeft altijd zin, toch? En hoe jonger je begint, hoe beter dat is. En we hebben mensen meestal, op het moment dat kind 1 is geworden, en het kind is dus jaren geweest, hebben enveloppen enzovoorts gehad, dan wordt er een rekening hier geopend. Ja. En er zijn mensen die soms versteld staan, want ze zijn nu grote mannen en vrouwen, maar mama en papa hebben toen gespaard, de nullen hadden we toen, zoveel nullen, dus het op een gegeven moment weg, maar dat geld blijft nog steeds binnenkomen. En eentje komt een van de dagen om te vragen naar de saldo en ze schrok. Want het was meer dan 20.000. Zo lang hebben de ouders gespaard. Dus iemand die dichtbij de 40 is of nu bijna 45. Ja. En die kon dus met gemak zeggen, oké, goed, ik wil mijn huis laten schilderen. Dus ik wil wel wat geld lichten. En ze was aangenaam verrast. Toch? Dus denkt u niet dat een 50 SRD of een 20 SRD bij wijze van spreken, het is weinig. Als mensen nu zouden beginnen te sparen voor hun kind van een jaar of 5 jaar, tegen de tijd dat het kind 18 of 20 of 25 is, is het een aardig bedrag. En ik wil met name mensen die vinden, ja, mami, nou maar pot 50 gulu, dan 100 gulu. That's not the point. Het gaat er uiteindelijk om dat men begint. Toch, begin aan 50, of je vindt dat je kan pot moro. Dan zet je nog altijd nog meer. Het moet in elk geval niet iets zijn dat je je kwineert. Sommige mensen gaan sparen en dan komen ze niet uit. En daarom zeggen we ook, bij onze kredieten, als men kredieten bij ons aanvraagt, berekenen we natuurlijk wat is uw ruimte, aflossingsruimte. En binnen dat van de aflossingsruimte nemen wij ook gelijk rekening, houden we rekening met die 50 SRD. Toch? Dus iedereen die bij ons komt weet, als u bijvoorbeeld ruimte heeft voor 500 SRD om af te lossen, zeggen we dat u dus 450 SRD gaat aflossen, want die 50 SRD die gaat dan op uw rekening. En dat is gewoon standaard zo. Ook bij het personeel, ook bij de mensen die zitten in het bestuur en de commissies. We hebben allemaal een spaarrekening hier en je moet tenminste 50 SRD per maand sparen. Ik vind het leuk. Ja, ik bedoel, je kan niet hier werken en dan spaar je niet. Maar over die spaarpotjes gesproken. Er wordt veelal geklaagd over bijvoorbeeld winkeliers die geen kleingeld hebben. En je snoepjes en dat soort dingen. Is het zo dat vele mensen sparen en dat die muntjes dan in die spaarpotten verdwijnen? Sommige mensen doen dat wel. We hebben wel eens ook 1 of 2 keer mensen hier gehad. Die echt wel komen, niet per se met deze, maar ook met grotere spaarpotten. En ze brengen het echt hier voor ons soms.
Oké, maar als ze het hier brengen, komt het dan terug in de gemeenschap? Hoe? Wij hebben meestal dat we dus het momentje overschotten, alle banken hebben wel eens overschotten en ook bedrijven, wordt dat dus, we romen af bij de banken. En die zorgen uiteindelijk dus ervoor, weet ik dat als mensen zeg maar, markten, bedrijven, als die dus zeggen van kijk goed, ik heb wat kleingeld nodig, weet ik dat ze sowieso bij de banken terecht kunnen voor dingen. Wij doen dat niet, omdat we niet zoveel zo vaak hebben. En hebben we het, proberen we dus wel ook wanneer de mensen uitbetaald moeten worden, zeg maar, dat ook wel te geven aan ze. Maar we stimuleren sowieso kinderen toch om te sparen in een spaarpotje. Ja. Maar ik ken ook oudere mensen hoor, die zeggen van nee, mijn pot alami chimoni. Iwasani, dus iemand bij mij in de familie bijvoorbeeld, zegt nee, is mijn Mr. Hartuin. Ja. Box. Absoluut. Toch? En wanneer ze dus de Mr. Hartuin box soms leeggooit, die is er soms zeker 400 of 500 SRD. Dus onderschat u het niet. Absoluut. Onderschat u het helemaal niet. Oké, maar 50 jaar. Dat wil zeggen, biggie feest? Nee hoor, niet helemaal. Er was niet een groot feest vanmorgen. Oh. Het is alleen maar dat we bij elkaar zijn gekomen. We wilden de dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. En je zit natuurlijk met elkaar om toch wel even een moment stil te staan. Bij, hey, wat betekenen we inderdaad voor de gemeenschap? En we hebben genoeg reden om dankbaar te zijn. We hebben genoeg reden om God te danken. Ik gaf al aan, de schakel is begonnen in een kerk. En voor ons was het dus sowieso meer dan ooit genoeg reden om inderdaad ook weer de Heere God erbij te betrekken. Ik bedoel, 50 jaar, wanneer we jarig zijn, gewoon als mensen. Ja. Dan hebben we altijd soms dat men zegt, je hebt een dankdienst, we horen aan dienst en we dingen enzovoorts. Ja. Dus ook wij hebben op een gegeven moment gezet dat we reden genoeg hebben om te danken, om erbij stil te staan, wat hebben we bereikt. En ook een stukje vooruitblikken, waar willen we met elkaar naartoe. Ja. Dus met huidige bestuurders, vorige bestuurders, met de mensen met wie we nu samenwerken, met name onze toezichthouder, de centrale bank, de accountant, want we hebben dus ook elk jaar dat we dus onze boeken laten controleren. En waar nodig ook de mensen met wie we dus ook heel nauw samenwerken. En absoluut met het personeel, want als je op een gegeven moment geen personeel hebt, dan lukt dat niet. En natuurlijk is er een hapje en een drankje erbij geweest. Hier houden de mensen van taart. Dus, en natuurlijk u als pers. Die we natuurlijk ook niet erbuiten kunnen houden. Want anders horen het overgrote deel van Suriname en daarbuiten. Horen dus ook niet wat we allemaal betekenen en betekend hebben. Wat we allemaal hebben gedaan in de samenleving. Dus dat is het een beetje geweest. En natuurlijk, we houden van muziek. Dus met entertainment erbij. Maar rekening houden met COVID kan je ook geen feest hebben. Dus in anderhalf uur was het ook wel gedaan. Juist. Maar dan is het een jubileumjaar. Naast dus die launch van die Friari Kasmoni, is er iets anders geweest? Ook een Bigiari krediet. Oh, Bigiari krediet is ook gelaunched. Mm-hmm. Daar kan men dus maximaal 50.000 SRD lenen. Ja. Maximaal 50.000 SRD kan men dus lenen. Voor een periode van 5 maanden. Dus als u dus vandaag, 2 februari en 2 juli, een krediet bij ons aanvraagt. Maximaal 50.000. Kunt u dus gebruik maken van onze Bigiari kredietactie. En dat houdt dus in dat men dus voor korting in aanmerking zou kunnen komen. Maximaal 5%. En als men dus, men dus bij ons aanklopt. En een kredietaanvraag indient, kan men dus zelfs een korting, kredietkorting, rentekorting trekken. Oh. Zo'n boxje waarbij dus de rentekorting getrokken wordt. Stel je zou 10% moeten betalen aan rente. En u bijvoorbeeld 3% getrokken, dan moet u dus aan 7% betalen. Dus dat is wat we dus nu hebben dus samen met onze Bigiari Kasmoni. En de aanvraagperiode is tussen 2 februari... en 2 juli. Iemand die dus op 5 juli komt, kan daar geen gebruik meer van maken. En we hebben gedurende het jaar nog wat zaken die eraan komen in het kader van Credit Union Day. En zeker nog met Wereldspaardag. 31 oktober is Wereldspaardag en daar besteden we sowieso altijd wat aandacht aan. En dit jaar zal het vanwege onze Bigiari
ook een beetje anders zijn. Dus dat zijn de dingen die ik op dit moment kwijt wil. Als ik zo naar u luister, dan hoor ik dat het, de kredietcoöperatie goed gaat. En dat jullie de uitdagingen hebben gehad, maar jullie zijn niet te boven gekomen. En eigenlijk zegt men soms wel ook dat jouw boon toch? Is dat ook bij jullie het geval geweest met COVID? Ik denk dat Allah ook boon altijd. Het gaat er vanaf hoe kijk je ernaar. Toch, je wordt op een gegeven moment een stukje creatiever. Je merkt op een gegeven moment dat je efficiënter kan gaan werken. Want ook wij hebben op een gegeven moment COVID gevallen gehad onder het personeel. Waarbij we dus hebben gemerkt van hé, we hadden dus met minder mensen moeten werken. En ook dat was een challenge, maar ook merk je van oké, goed, je gaat efficiënter werken. Het heeft ons ook gedwongen om te kijken naar hé, hoe kunnen sommige dingen anders? Hoe kan het beter? En ik denk dat met name binnen de financiële sector, ik praat omdat ik in die sector zit, is dat het meest voor de hand liggende om dat aan te kaarten. Dat het ons ook heeft gedwongen allemaal om anders te kijken naar zaken, om dingen efficiënter aan te pakken. Maar meer nog omdat we ook meer gaan waarderen elkaar. Toch, dat je omgeving schoon is en dat sommige mensen niet meer iets hebben van ach, het is misschien maar de schoonmaakster bij wijze van spreken. Want ik denk dat door de hele COVID-situatie we met z'n allen nu meer dan ooit zijn gaan beseffen van hé, wat het betekent om inderdaad je omgeving en je ademhaling en frissere lucht en you know. Dus ik denk dat ook wij hier dat hebben gezien en hebben ervaren met z'n allen en dat je ook een beetje naar elkaar bent gaan toegroeien. Personeel aan de ene kant, maar ook denk ik ook mensen van het bestuur. Want als je hoort, hé, die is besmet, dan is het toch meer anders, want je wil niemand kwijt. Absoluut. Snapt u? Tenminste, niet op die, je bent nooit iemand kwijt. En zeker niet als je moet komen horen dat je iemand op die manier. Dus in die zin sowieso, maar ook werken. Werken zeker, je gaat echt efficiënter, maar ook meer, hoe noemt u dat, de digitale manieren inschakelen, vaker. Of je ontdekt nu ook andere manieren om dat te doen, om bijvoorbeeld je leden te bereiken via Zoom of via andere manieren om toch nog de informatie met de mensen te delen. Geweldig. Nou, mevrouw Wielingen, nogmaals heel hartelijk gefeliciteerd. Het gaat jullie goed. En dan spreken we elkaar als het niet volgend jaar is, over 5 jaar weer. Nee, we gaan niet zo lang wachten dit keer. Misschien, ik denk dat we misschien moeten praten over Wereldspaardag. Dan zijn we er weer, hè? Oktober? Spaardag is 31 oktober. Dus we hoeven niet te wachten, denk ik, tot 55 jaar de schakel of 56 jaar de schakel. En natuurlijk ook tussendoor. You never know. 100%. 100%. 100%. Dankjewel. Ja, u ook heel hartelijk dank. Dat jullie er wilden zijn. En enjoy with us for the rest of the coming 50 years. Yes. En kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze hele luchtige ingesprek met het gesprek dat ik had met mevrouw Diane Wielingen, directrice van de Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel. De Schakel bestaat vandaag 50 jaar en dit heugelijk feit hebben ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ze hadden een oppo-oppo. Vandaag hebben ze verschillende producten gelanceerd. En u heeft het gehoord, één daarvan is die Bigiari Cash Money en ook een Bigiari Krediet. Nou, ik hoop dat u daar flink gebruik van kan maken. En zo zijn we gekomen aan het eind van In Gesprek Met. In het eerste deel heb ik gesproken met Darrell Lieveld. Hij is een oral health therapist. En we hebben gesproken over jeugdtandverzorging die nu overgegaan is in oral health. En in het tweede deel met mevrouw Diane Wielingen over 50 jaar spaar- en kredietcoöperatie De Schakel. Heeft u dit nog gemist? De herhaling is vanavond iets na 9. Dus ik zou zeggen bedankt voor het willen kijken. Tot volgende week met een andere In Gesprek Met. Goeiedag.